Ja, het optreden in China is echt super vet en het is elk jaar weer een feest om terug te gaan. Ja, vanaf kleins af aan was ik eigenlijk al met muziek bezig. Ik stond altijd al met een speelgoedgitaartje in mijn hand. En uiteindelijk ben ik gitaar gaan spelen, piano, drums en was mijn grote droom conservatoriumgitaar. Dat ging helaas niet door, want op mijn 15e kreeg ik botkanker. En moest uiteindelijk ook mijn arm geamputeerd worden om mijn leven te redden. Uiteindelijk heb ik toch een manier gevonden om het drummen weer op te pakken. En toen ben ik video's op YouTube gaan zetten onder de naam One Armed. En uiteindelijk ben ik door het bedrijf van het merk Drumstel ben ik opgezocht. En hebben ze gevraagd of ik voor hun het merk wilde promoten in China. En sindsdien ben ik eigenlijk elk jaar teruggekomen om daar optredens te geven. China is echt te gek. De mensen, ze lijken misschien heel ingetogen. Maar bij de optredens die ik heb gegeven, heb ik ze echt allemaal los zien gaan en heb ik super veel energie gekregen. Zo'n tour in China die verschilt elke keer. Vorig jaar ben ik 2,5 weken weg geweest. Heb ik volgens mij 6 verschillende steden aangedaan. En ja, dat was echt gewoon optreden, hotel in, volgende dag met de trein, weer op pad, 6 uurtjes. Dat eigenlijk 2,5 week lang. Nou, inmiddels merk ik wel dat op de plekken waar ik weer terugkom, dat mensen me wel beginnen te herkennen. En dat ze ook echt met foto's aankomen van, kijk eens, dit waren wij vorig jaar. En dat is echt bizar.